Goedemorgen. Ik ga lasagne maken. Weet je, op mijn manier. Ik heb twee schalen ingevet voor 2 dagen. Ze hebben 4 soorten kaas. Wokgroenten. Ik heb wat kalkoen. Worst. Heel lekker. Tomaten. Uien. Ik heb knoflook. En ik moet natuurlijk nog wat tomatenpuree er doorheen doen. Ik denk dat ik dat nu wel kan van de Italiaanse of van de Spaanse. Ik heb ook nog een potje met basilicum. Dus gewoon een simpele lasagne. Ik heb net heb ik ingevet met een beetje vloeibare boter. Maar dat kan natuurlijk ook met een beetje olijfolie. En ik had, daar ben ik weer. Ik heb de verse groenten er doorheen gedaan. En ik had nog bevroren groenten. Groentemix. Daar heb ik ook een halve zak in gedaan. Er zit een heel lang stuk prei in. Die doe ik eventjes weg. Dus ik heb er veel groenten in gedaan. Dat ik wel een lekkere volle lasagne schotel krijg. De kruiden. Voor het gemak. Knoflook. 2 scheppen. Goed. Nu wat kruiden erbij. Wat peper. Italiaanse kruiden. Oregano. Het zal vast wel tussen de Italiaanse kruiden zitten. Zo. Basilicum zal er ook al in zitten. Doe er toch een beetje bij. En wat hebben we nog meer? Vaak zijn kookbasilicum. Ik neem ook eventjes wat bouillonblokjes. In welk potje zitten die? Dat is vermicelli. Daar zou normaal knoflook in zitten, daar zit niks in. Ik denk bij het zout, ja. 2 bouillonblokjes. Dat is niet helemaal gezond. Ik ga dat erbij doen, die 2 blokjes. Ik ga dat doorroeren. En daarna doe ik de tomatenpuree er doorheen. Tomatenpuree zit er doorheen. Ik heb nog dat blikje tomatenpuree, dat heb ik net doorheen gedaan. Daar doe ik wat water heb ik erin gedaan. En dan roer ik dat even door. Even de lepel erop houden, anders verdwijnt hij ook in de pan. Zo. 1 schep saus. Een blad. Een heel klein beetje saus. Goed, dat gaan we nog even doen. Nou, dan zet je alles klaar. Omdat we dan de schalen gaan gewoon laagjes maken, lasagne laagjes maken. En dan ga ik het beleggen. Ik heb een grote tomaat, ik heb ui. Die ringen die ga ik verdelen. Ik denk dat jullie allemaal wel eens lasagne hebben gemaakt. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik ben niet zo makkelijk, moeilijk. Daar een paar plakjes. Dat kan natuurlijk ook met salami of chorizo worst. Even bekleden. Nou, dan pas er ben ik er zo weer. Nou, het zit erop. En nu ga ik de kaas eroverheen.
En klaar. Dus ik ga het in de oven zetten. Ik doe eerst oven. Gewoon 200 graden. En dan doe ik hem een kwartier. En dan doe ik straks nog eventjes 10 minuten met de grill voor de kaas. De tafel ligt vol spullen. We wachten op een oproep voor de ITV, voor de autokeuring en de camperkeuring. Nu vroeg die dame naar de officiële uitschrijving van de gemeente waar we gewoond hebben in Nederland. Nou, die hebben ze. En schijnbaar kan ze die niet vinden. Maar goed, we hebben ook gezegd, ik heb wel een kopietje, maar de originele die hebben we al ingeleverd met alle andere originele papieren. En daarna zou ze dus de man spreken die het allemaal voor ons regelt. Goed, dus het gaat hier nooit normaal in Spanje. Dat in ieder geval. 5:05, update. Ik ben bezig geweest om dit af te schilderen. En Leo is ook aan het schilderen gegaan, want die heeft de bloembakken geschilderd. Nou, kijk hoe mooi. Het is toch echt super mooi, Leo? Ja, heb je super goed gedaan. Dat muurtje moet ik nog een keer bovenop doen. Dat muurtje bovenop nog een keer. Ja. Nou, en dan komt de rotspartij en dan kunnen we verder. Morgen gaan we verder met rotsen verzamelen of brokken steen, stenen verzamelen in de Rambla. We zijn weer bij het tuincentrum geweest. Wat zeg je? Nee, ik zeg niks. Ik ben het filmen, Jan. Ik heb leuke roosjes en pepertjes, eetbaar. Cactusjes voor tussen de rotstuin. En Leo is die rijdt en Amina die zit achter. Ik zit achterin. Ook is wel eens zeker als wat anders om achterin te zitten. Dat is wel grappig zo. Ja, nou ik mag de kartonnen doos vasthouden. Dus tot later als we weer thuis zijn. Goedemorgen, ik ben nu onder het viaduct, aan de andere kant, vlakbij ons huis. Ik ben dit pad ingeslagen. En dit is er dus onder het viaduct, aan de andere kant. Kijk dan. Echt bizar. Het is echt zo gaaf. En dit pad was ik ook nog niet eerder geweest. Sterk gemaakt om alle rotsen in de hoek te stoppen. Ai ai, kapitein. We gaan. Ja, dat ga je toch niet volgen, hè? Zo. Nou, kijk aan. Plons in het badje. Het hoort er ook bij. We moeten natuurlijk altijd een beetje vloggen wat wij zo doen op een dag, hè? Ja, maar dit vind ik wel een beetje. Een beetje ver. Nou, ik zal het niet het hele proces filmen. Maar echt alle nagels schieten alle kanten op. Dan krijg ik een badje en dan. Hebben jullie dat nou ook, dat je grote teennagel veel harder is dan de rest van je nagels? Nou ja, goed, ik krijg straks ik heb nog een lekker badje en dan gaat de oude nagellak eraf. En dan gaat er weer nieuw op en dan ben ik weer gewoon weer helemaal het vrouwtje. En Leo? Ja. Ja. Morgen, zondag de 16e, we zijn in Cuevas del Almanzora, tenminste.
We zijn er een klein stukje doorheen gegaan om hier te komen. Er is hier een dam en een meer. Kijk eens wat gaaf, joh. Dit is er dus ook te doen. Wat leuk. Heerlijk rustig hier. Even kijken wat het is. Ja, ik zie het. Er gaat erin, ja. Ja. Dat teken wat op dat stuwmeer staat, waar we straks naartoe gaan, dat is het teken van Andalusia. Die mannetjes zijn het eigenlijk. Of van Almeria, zeg ik het weer verkeerd. Van Almeria. Die tekeningen die zijn in grotten gevonden. En dat staat voor geluk. Het is een mannetje die zeg maar de regenboog vasthoudt. En dat brengt geluk, net als dat wij een hoefijzer hebben in Nederland. Hebben ze hier in Almeria boven de poorten van de woningen, boven de voordeuren, hebben ze zo'n teken hangen. Ah, dit is een waterbekken. Want er staat ook een gebouw van de watervoorziening, staat hiernaast. He, dus dit is echt, hier hebben ze de rivier afgedamd. En het is gelijk voor recreatie, maar ook voor de watervoorziening. Oh kijk, daar zie je dus de turbines. De turbines voor de stroomopwekking als er dus veel water komt. Daar. Waar moet ik... Oh ja. Ja, links van de... Ja. Ja. Zie je, dat kan dan... In het midden van het beeld. Zo hier de rivier in. Nou, wij gaan even naar beneden lopen. Kijken hoe het er allemaal uitziet. Nou, het is ook heel leuk, want we hebben al een paar Nederlandse campers gezien. Toen we hier naartoe reden. Nou, dit is echt 10 minuten van huis. Kwamen we een LT tegen. Nou, dit... Met een uitschuifcamper. Nou, jullie zien nou. Handig hoor. Van aan de zijkant schuift hij uit. En van de bovenkant schuift hij uit. Kijk eens. Superleuk. Oh, daar zijn ze ook, staan ze ook op. Terrasje. Naar beneden zo leuk. Echt leuk gedaan. Ik denk dat het wel hard is als je met je in je tentje zo op het asfalt ligt. Nou, als je goed met gasje hebt. Ja, dan is er niks aan de hand. Kijk, hier kan je naar beneden. Kijk, daar staat een Nederlandse camper. Goed, we zitten weer in de auto en we gaan bij de rotonde gaan we rechtsaf. Gaan we kijken wat daar is. Ja, dus de Almanzora, die rivier, is dus een afgedamde rivier. En er is hier een groot spaarbekken. Kijk, hier zit het ook leuk. Spannend is, daar is... Mijn nieuwe luchtjes allemaal, hè? Nieuwe luchtjes. Het is schitterend. En straks krijgen we een view tussen de bergen, dacht ik. Even snel kunnen zien. Kijk, daar klimmen we. Ja. Even snuffelen. Ja. Het verlengde van de dam, dat is dan de rivier. Maar die is droog. En dan kan je dan op sommige plekken kan je er met de auto doorheen om naar de andere kant te komen. Rotsen. Ja,
Ja, daar is een grotwoning. Zie je daar? Ja, daar is een grotwoning rechts. Kan je daar komen met de auto? Of is dit een woonhuis? Of is het gewoon... Probeer het. We kunnen het wel proberen. Wat leuk. Dan gaat het niet te keren we gewoon. Ja, het is hier Cuevas de Almanzora. En dat betekent... Grotten. De grotten van Almanzora. Nou, de Almanzora is de rivier. En daar zie je al die grotten. Ja, en er zijn allemaal woningen zijn er ook in die grotten. En de sinaasappelbomen. De appelsine. Komen we nou bij iemand op zijn terrein? Weet ik niet. We zien het vanzelf wel. Moemie, kijk hoe mooi. Ja, je kan hier naar links. Munoz Ruiz. Kijk, dit is een grotwoning. Ja, maar kijk hoe mooi, jongens. Dit is echt zo leuk. Met zo'n mooi bordje bij het raam. Ik zal hem even een beetje inzoomen. Dat jullie ook daar tussen die spijltjes. Ja. Oké, gaan we door. Ja, dit is nou echt zo'n grotwoning. Hier woont niemand. Wel een garage hebben ze hier. We gaan een keer proberen voor jullie of we bij iemand naar binnen mogen om te kijken hoe het eruit ziet van binnen. En natuurlijk gaan we niet aanbellen, maar er zijn genoeg mensen die wel iemand kennen die in een grotwoning wonen. En die mensen kennen wij dan weer, dus dan hopen we dat we dan een toegang kunnen krijgen. Ja. We zijn ook een beetje nieuwsgierig natuurlijk. Hè? We zijn hartstikke nieuwsgierig. En ik denk dat jullie dat ook zijn. Ja, jullie willen ook wel weten hoe zo'n huis eruit ziet, ja, van binnen. Bedoel, we hebben al een paar keer verteld over Cuevas de Almanzora, dat grotten van Almanzora is. Maar ja, daar word je wel geprikkeld met je nieuwsgierigheid. Dus jullie dat wel zien. Hier moet je kijken hoor. Houd het beeld een beetje rustig. Nou, prachtige rode plant. Echt giga mooi. Hier heb je een hele mooie oprijlaan. Mooi hek gemaakt. Ook daar ook weer een grotwoning erboven. Ja, hierboven. Ja, hierboven. Het voordeel van een grotwoning is dat je, ongeacht welk jaargetijde het is altijd tussen de 18 en de 22 graden. Lekker cool. Ja. Ja, net als in Nederland heb je hier ook veel Spanjaarden die rotzooi verzamelen. En ik denk dat het hier nog ietsje meer is. En als ze te veel hebben, gooi je het gewoon in de Rambla in. Ja. Gewoon als je dus aan de rand van de Rambla woont, zoals wij. Dan gooien wij niks over de Rambla. Maar er zijn genoeg mensen die aan de rand van de Rambla wonen. Die gewoon wel hun grofvuil erin gooien. Ja hoor, hopstakee. Gelukkig hebben we nog geen ijskasten gezien. Maar wel badkamerelementen. Een wasbak, een wc. Tegeltjes. Afgebroken tegeltjes. Van de, ja, wat ze dus de badkamer vernieuwd. En dan de oude tegels. Die gooi je gewoon in de Rambla. Ja. Kijk eens wat een grot. Nou, die heeft ook raampjes. Uitkijk, raampjes. Je weet ook niet hoe lang zoiets meegaat, hè? Want je hebt natuurlijk toch wel een beetje... dat iets vergaat van verloop van tijd. Ja, daarboven. En hier rechts. Ja, misschien zeggen jullie van ja, maar waarom stop je dan niet? En ga je erin kijken? Nou, ten eerste heb je... Er staat een schoteltje. Ik denk dat er ook wel aardig wat wilde diertjes in leven. Wilde katten of wat ook. En de toegang... Is nog niet zo dat we zeggen van goh,
Deze is vrij te bezichtigen en de toegang is, is begaanbaar. Dat hebben we hier nog niet gezien. Dus zowel... En misschien kan het zo zijn dat we over een minuut een plekje vinden waar we wel naar binnen kunnen kijken. En, maar dat hebben we nu nog niet. Visita Cueva a las Cuevas. Daar is een hek. Kijk hier ook weer. Al die gaten, hè? Al die gaten, ja. Ja, wie weet heb je wel een heel dorpje in die grotten. Het zijn natuurlijk ook toevluchten geweest in de tijd van de oorlog. Dat de Mooren die werden verdreven en die zochten hun heil in de grotten. Ja, er zijn hier diverse oorlogen geweest, hè? Ook burgeroorlog. Ja. Tweede Wereldoorlog uiteraard. Ja, er is hier best wel wat geschiedenis natuurlijk. Het is tegenwoordig een koninkrijk. Maar het is natuurlijk... voor de 70 jaren was het allemaal een dictatuur onder Franco, hè? Dat was ook niet zo prettig. En daardoor was er, zijn er tot die tijd toch wel een... achtergebleven qua ontwikkeling. De economie was toen niet best. Kijk, hier heb je ook wel weer mensen lopen. Ook grondwoningen. Ja. Mooi hier. Buen dias. Ja, die hebben er gelijk een kasteel van gemaakt. Ja, leuk. Oh, die roodharige daar. Een rode. Leuk. Leuk dat die er een soort kasteeltje van hebben gemaakt. Ja. Schattig. Ze moeten gewoon bovenop een restaurantje neerzetten, joh. Dat je je kopje koffie in de grot drinkt. Heel dorp. Zo, die rotsen. Aan de rechterkant. Hele grote rots. Echt gaaf. Jullie zijn hier voor het eerst. Wij zijn hier voor het eerst. Stop eens. Stop eens. Die kijken hier. Maar er ligt ook een bankstel daar, zie je? Ja. Ja, in het midden van het beeld. Dus, mochten jullie nog een bankstel nodig hebben, laat het dan even weten. Dan laten we hem liggen. Ja. Okay, wat gebeurt er als ze hier omhoog gaan? Zo, volgens mij komen we nou bij iemand. Daar komen we uit. Oh, kijk eens hier, jongens. Die kop. En de hoed erop. Dat hebben ze leuk gedaan. Hoe oud dat is, dat weet je natuurlijk niet, hè? Hier. Hier, ook weer een grote woning. Ja, deurtje. Bizar. Kan je hier door? Ja. Nou, er staat een auto. Er wordt straks een beetje knippenplakwerk om de hoekjes een beetje eruit te knippen van het filmpje. Ja. Kijk eens hier. Ja, dat is ooit een godwoning geweest. Ja, dit zijn allemaal godwoningen. Kijk, zijn we daar nou wel mensen wonen die op? Maar... Nou ja, hier links is de koop, kijk. Hier, El Segundo Bende. Nou. Dus als je nou naar de makelaar gaat, of de site van El Segundo, daar zijn ze daarnaast zijn ze aan het bouwen. Klein beetje hier werk. Zijn ze ook aan het bouwen. Klein beetje werk. En dan kan je hier wonen. En denk niet dat je voor 10.000 een grotwoning hebt, want dat kan
aardig tegenvallen nog. Ligt ook aan hoe luxe ze zijn. En dan komen kwevers uit. Ja. Zelfs in kwevers moet je uitkijken hoe je rijdt. Want je kan zomaar een doodlopende straat in rijden. Oh, ik zie het al waar we zijn. Oh, ja, we zijn bij het kasteel. Bij het slot, ja. Ja. Oké, de kippen. De gebraden kippen. Dat is één richting, hè? Oh ja. Ja, bij het slot. Nou, dan weten we gelijk waar we zijn. Waar we zijn. Ja. Ja, leuk. Nou, dit was de, een beetje de, ja, de tour naar de grotten. Ja. Op een zondag. Zondagmorgen. Oh ja. Oh, dit zijn trouwens de... Oh ja, de wasplaatsen. De wasplaatsen. Ja. Ja, dat zijn de wasplaatsen. Er kwamen die... alle vrouwen bij elkaar. Ja. Van het dorp. En die gingen lekker wassen. Ja, je ziet die ribbelstukken. Nou, daar kan je je was goed op boenen. Mooi, hè? De techniek staat voor niets. Het leuke is gewoon dat ze alles hier lekker allemaal hebben staan. Dit is de foto van de wassende dames. Dat was ook een heel gezellig samen zijn, hè, voor die vrouwen. Ja, het is een... Het harde werk. En hard werken, dat kunnen ze hier wel. Nou. Hè? Ondanks de hoge temperaturen verbaast het ons. Nou, echt, ik heb echt respect voor mensen hier, hoor. In de zinderende hitte zijn ze op het land aan het werken. Hier heb je weer. Leo wijst er even naar, dus ik zoom hem even in. Ja. Lekker wassen. Onwijs. Lekker wassen. Maandagmorgen, Spaanse les, thuis, omdat het zaaltje bezet is. Dus dat doen we hier, heel gezellig. Colletje en sinletje. Solo. Solo, sí, solo. Café solo. Café solo. Ja. Americano. Americano es solo largo, long, no? Soft, more soft, no? Ja. Americano. Americano, sí. Y luego, cortado... Es solo con un poquito de leche. A little bit milk. Ja. A poquito. Ja. Sí, un poquito. Dat is eigenlijk een beetje wat ik heb. Sí. Y cuando le ponemos un poquito de cognac. ¿Cómo se llama? Sí, me gusta carajillo. Carajillo, sí. Muy bien. Carajillo. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag 19 oktober en we gaan Ton ophalen, Leo's broer. We zijn over 20 kilometer bij vliegveld van Almeria en dat is van ons vandaan ongeveer een uurtje rijden, Leo? Ja, we rijden op de A7, dat is de snelweg die helemaal vanaf het zuiden helemaal doorgaat tot de Franse grens. Daar rijden we nu op. Ja, dus de komende 9 dagen nemen wij Ton op sleeptouw gezellig. Dus wij laten hem van alles en nog wat zien. Dus dan zullen jullie hem ook zien. Ton is eventjes een mooie foto aan maken. En wij filmen gewoon een stukje. We zijn in San Juan de los Terreros. Ja. Altijd handig. Schitterend. San Juan de los Terreros. Daar kan je eten. Heb je al eerder in de vlog gezien. Maar nu bij daglicht. Dat hebben we gereden. Hé, hey mannen, kijk eens hier even voor de foto. We gaan even verder kijken. Jongen. We zijn nu op Caia Cristal. Prachtige uitgeslepen rots hier.
Kijk, is zo mooi. Is mooi, hè? Heel mooi. Leuk, hè, Lucky? Zo, kijk nou hoe dit in de zo park. Mooi dit. Ja. Oh, god. Kijk nou. Dit is leuk. Nou, beste kijkers, dit was dan het einde van vlog 39. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik vraag me één dingetje af. Yvonne doet meestertijds in onze vlogs een stukje, heel Spanje kookt, zou ik maar zeggen. Hè? Dus een beetje een recept doornemen en hoe ze dan dit of dat maakt. Maar wat ik me dus afvraag, dat is... wat vinden jullie daarvan? Vind je dat vervelend? Of vind je het juist hartstikke leuk? Doe je er iets mee? Hè, dus dat je het zelf nadoet of een gedeelte ervan. En ja, we zijn best wel een beetje benieuwd of jullie daar gebruik van maken. Of dat je zegt van nou, laat dat er maar uit. Dat kan natuurlijk ook. Maar... meeste stemmen gelden, hè? Ja, tuurlijk. Nee, of we ons daar... iets van gaan aantrekken, dat is vers 2, maar we zijn wel benieuwd of wat jullie ervan vinden. Ja, als we bijvoorbeeld 100 abonnees hebben en de reageren de 2, ik vind het niks, en de ander zegt ik vind het... Ja, dat is logisch. Wie zwijgt stemt toe. Ja. Maar onderin in beeld kan je aanklikken en dan kan je reageren. Dus als je je geroepen vindt om te reageren, nou, doe dat. En tot de volgende vlog. En bedankt voor het kijken.